Dirk, waar zijn we? Nou, Sjoerd, we zijn op het bivak van de K-rally. En wij gaan zo meteen allerlei rijders bezoeken. Waaronder Tim en Tom Koren. Sjoerd, kun jij ons wat vertellen over de sensor die we zojuist zagen? Ja, dit was de koelvloeistofsensor die naar de motor gaat. Hiermee meten we de temperatuur van de koelvloeistof. Nou, die mag natuurlijk niet te heet worden. En dit volgen we op onze dashboard. Tom, hoe gaat het met de rally? Ja, nou, het gaat beter dan verwacht eigenlijk. Al binnen die top 20. Dan hadden we niet gedacht halfway daar al te zitten. Maar natuurlijk wel bij de finish. Dus ja, dit moeten we eigenlijk gewoon vasthouden. Is die gezellig in het bivak? Het is vandaag de rustdag. De deurs zijn allemaal heel druk aan het werk. Maar het is toch gezellig. Met de mama van het hotel. Juist. Hier gebeurt het allemaal. Achter de schermen. Is daar een stuk auto van Tim en Tom. Hier is de auto zelf. Het is vandaag rustdag. En ze zijn hard aan het sleutelen.